Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. En ja, het is al lange tijd geleden sinds ik weer eens verder gespeeld heb op deze wereld. Ik heb hier een stukje uitgegraven. En hierin wil ik dan een pumpkin farm maken. Ik kan design gebruiken van een collega YouTuber, Simon, van een paar jaar geleden. Hij had ooit eens een video gemaakt van hoe je een pumpkin farm moet maken. Dat design ga ik nu gebruiken, dus ik moet nu even de video kijken van Simon. Oké, hier graven, dus hier komt de redstone torch. Die dan hout plaatsen zodat dit opvalt dat hier dan onder redstone torch zit. Oké, dan plaatst hij hier rails. Oh, dit moet kapot, zo. Dan hier dit. Oké, dit is ongeveer het patroon dat hij deed in zijn video. De minecart, zo. En dan kan deze rijden. Ik kan de minecart even stoppen. Nog. Dan hier. Kist. Dan een kist hier, zo. Dan de hoppers, die kant opgericht. Dit nog toe, zo doen. En mag de minecart vertrekken. Oké, nu is het hier de bedoeling dat ik hierboven alles hier vul met dirt of gras. Oké, de volgende stap is dit over heel de farm doen. En nu is het een beetje om de blok. Dus hier wel en hier niet. En hier wel een pumpkin seeds planten. Oké. Dan hier dan glowstone. Maar het is dus de bedoeling dat we hier dan boven de dingen deze dingen plaatsen. Observers, ja, zo heten ze. Het is wel een beetje lastig om het steeds goed te kunnen plaatsen. No! Die moet weg. Oké, er zijn nu alle observers. Ziet een beetje uit als een schaakpatroon. Oké, nu heb ik toch wel even een. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Een trapdoor nodig. We moeten hier één blokje. Wacht, zo. En dan moeten we hieronder steeds hoppers zien te plaatsen. Op de plekken die niet ingevuld zijn. Ik hoop dat we genoeg uitkomen. En dan hier nog redstone. En als het goed is, zou de farm moeten werken. Het is al een video van 2021, dus het zou kunnen dat dingen veranderd zijn, maar. Denk wel nog dat deze farm zal werken. Dan kan ik me later misschien ook één blokje naar die kant kan uitbreiden. Want dan is die symmetrisch. Want nu is het water niet mooi in het midden. En dan zullen we hopelijk snel nog wat pompoenen groeien. Ik vind het wel een leuk project om te doen. En shout-out naar Simon voor het maken van die video een paar jaar geleden. Deze pumpkins mogen nu weg. En deze seeds ook. Dat stond hier toch de hele tijd eigenlijk een beetje in de weg. Dus dit mag eindelijk weg. Maar wat ik in deze aflevering eigenlijk nog wil doen, is het Ocean Monument raiden. Er zitten Elder Guardians. Er zijn in totaal 3. En die wil ik misschien in deze aflevering nog killen. Ik had potions gemaakt. Hier, potions, night vision. Gaan we nodig hebben, denk ik. Dit kan een aflevering zijn waar ik doodga, want ja, het is toch wel lastig om dit te doen in hardcore. Maar voor ik misschien ga vertrekken, kan ik misschien wat meer eten voorzien. Een klein beetje extra steak. Ik denk dat we nu al ready to go zijn. Ik denk dat je mijn night vision makkelijk onder water kan zien. Dus daarom heb ik die ook gemaakt, Night Vision. Oké, nu kan ik makkelijker zien. Dan moet ik even de ingang zien te in ingang gaan. We hebben nog geen effect. Is wel spannend. Want ja, het is toch wel gevaarlijk. Loop vast. Oh. Aha, daar kan je omhoog. Oké. En nu zijn we hier. Oh ja, hier zouden we normaal een. Ook een Elden Guardian kunnen vinden. Hier. Oh ja, hier zit hij.
Even misschien terugtrekken is misschien best. Hij is bijna dood, denk ik. Oh nee, dat ziet er niet goed uit. Ik zit vast. Help. Ik zit vast. Oh, nu kan ik weer verder. Snel hier weg. Ziet er niet goed uit. Hoeveel levens heeft hij toch? Yes, hij is dood. Oké, okay, weg hier. Oh, hier nog een Elder Guardian. Oké, okay, die is dood. Wat even een spannend avontuur dit. Dan is het denk ik nog eentje. Maar het is wel lastig om die te vinden. Oh, hier is de kamer. Alleen, ja, we hebben mining fatigue, dus ik kan die blokken niet hakken. Ah, ik dacht dat ik de Elden Guardians zeg, maar het zijn gewoon Guardians. Dit ding is echt gemaakt om in verdwaal te geraken. We hebben ook nog geen sponsenkamer gevonden, dat is ook jammer. Want sponsenkamer, ja, dat zou heel fijn zijn. Ah, sponsenkamer, het is toch een sponsenkamer hier. Wel toevallig sprak over sponsen en dat ze dan later tegenkom. We hebben nog maar 3 minuten water breathing. Oké, van een pompoen plaatsen waar hij al zeker niet zit, dus hier zeker al niet. En dan hier ook. Oh, we hebben weer een nieuwe mining fatigue gekregen. En oh nee, we moeten hier snel weggaan. Ja, hier. Oké, we zijn nu bij de uitgang. We moeten nog eens terugkomen omdat die andere Elder Guardian nog leeft. Ik heb nieuwe water breathing potions gemaakt en dan ja, gaan we de zoektocht weer starten naar de laatste Elden Guardian. Kijk, we zijn hier snel naar beneden. Oké, we zijn hier nu. Toen naar beneden. Ik hoop dat we nu de Guardian kunnen vinden. Nog steeds geen derde Elden Guardian gevonden. Misschien hier. Yes! Ik heb hem gevonden. Oké, de laatste Elder Guardian en dan is ja, deze tempel gecleared. Krijgen we geen mining fatigue potions meer. We hebben nu 3 sponsen. En ja, dus even wachten tot de mining fatigue weg is. En dan kan ik sponsen meenemen. Dat kan je best doen met deze tool. Dan kunnen we misschien ook een onderwaterbasis maken. Zou wel gaaf zijn. We hebben nu in totaal 35 sponsen. Nu nog het goud vinden. Mijn inventaris zit een beetje vol, dus dit mag weg. Zo. Nu echt 8 extra goudblokken. En dan kan ik zo naar huis gaan. En dan kan ik hier weg. Snel weg. Boot in. Oh, de accordion zit in mijn boot. Moet ik naar huis zwemmen? Dat is wel jammer. Maar ja, het avontuur is dan nu een succes. Ik wil in de toekomst dan ook een guardian farm maken. Ik ga denk ik de aflevering zwemmend afsluiten, want ja, ik denk dat we alles hebben wat ik in deze aflevering wou doen. En wat ik nog wil maken is een sugarcane farm. En dan ook nog een farm voor de wortelen en de aardappelen. Maar dank voor het kijken. En dan zie ik je weer terug in een volgende video. Oh, we zijn net bij ons land. Dus bye bye.